Een heel goede avond. Het Spaanse sprookje van Remco Evenepoel in de Vuelta blijft maar duren. Hij verstevigt zijn leiderstrui. In Antwerpen worden de razzia's in de Joodse buurt exact 80 jaar geleden herdacht. En een spannende dag morgen voor de Amerikaanse NASA. Voor het eerst in 50 jaar lanceren ze een ruimteschip dat astronauten kan vervoeren naar de maan. We beginnen vanavond dus met goed nieuws, want het kan niet op voor onze Remco Evenepoel. Hij blijft triomferen in de Ronde van Spanje. Want ook na de 9e rit mag hij in de rode leiderstrui blijven koersen. Meer nog, hij verstevigt zijn positie zelfs. Evenepoel rijdt op de steile slotklim vandaag weg van zijn belangrijkste concurrenten. Eén na één moeten ze allemaal lossen. Roglic, Mas en Ayuso zijn de laatste. De ritwinst die is uiteindelijk voor de sterkste van de vluchters en dat is de Zuid-Afrikaan Louis Mijntjes van de Belgische Intermarché-ploeg. Evenepoel zelf die wordt dan uiteindelijk vierde en heeft in de stand nu 1 minuut en 12 seconden voor op de Spanjaard Enric Mas. Roglic volgt al op bijna 2 minuten. Evenepoel gaat dus vol vertrouwen de rustdag in. Volgende op het programma is een tijdrit. Het is nog altijd lang, ik kan wel een slechte dag volgen, maar wat ik kan nemen, kan ik nemen. Dat hebben we van in het begin van de Vuelta gezegd. Alles wat de benen zeggen, moeten we volgen. En vandaag waren de benen weer goed. Ik heb echt een heel goed gevoel te pakken deze week. Dus ik hoop dat de rustdag me goed gaat doen en dat ik dinsdag in die rode trui in een van mijn favoriete streken om te trainen gewoon kan schitteren. Dat is het volgende doel. En we blijven even bij het goede nieuws. Onze andere Belgische topper Wout van Aert heeft de Bretagne Classic gewonnen. Dat is de vroegere grote prijs van Plouay. Na een spannende en slopende koers wordt er gespurt voor de zege. De aankomst bergop is in het voordeel van Aert, die de klus dus klaart en het haalt voor de Fransman Laurens en de Deen Kamp. Terug naar het binnenland dan. Moeten we de energieprijzen plafonneren of niet in de strijd tegen de almaar durende energiefacturen? Het is een discussie die volop woedt in de wedstrijd. Als de Europese Unie dat niet doet, dan zal België het misschien zelf wel doen. Dat zegt toch premier Alexander De Croo. Ons land pleit namelijk al maanden voor zo'n prijzenplafond bij Europa, maar voorlopig dus zonder resultaat. Het is met de gasprijzen zoals met de coronacijfers destijds, record na record. De premier roept daarom, zoals bij corona, een overlegcomité samen over energie. Maar grote beslissingen met snelle impact worden niet verwacht. Enerzijds laten we kijken wat er al is. En er is al zeer veel. Maar laten we ook kijken naar wat nodig is voor de toekomst. We weten allemaal dat bijvoorbeeld de goedkoopste energie is degene die men niet verbruikt. Via isolatie bijvoorbeeld. Als Vlaanderen dat nog meer stimuleert, kan federaal via de belastingen helpen. Open VLD wil ook de banken betrekken. Zou dan hen ook moeten vragen, maak systemen van financiering vrij, zodat mensen met een klein budget zonder spaargeld die renovatie ook kunnen betalen. Op korte termijn wil Groen dat België desnoods alleen de energieprijzen blokkeert als het in Europa niet lukt. Moeilijk, zegt de premier. Maar misschien niet onmogelijk? Ja, maar het zal zeer weinig effect hebben. Maar laat het duidelijk zijn, als het op Europees niveau niet mogelijk is, dan wil ik alle andere opties bekijken. Volgens de minister van Energie kan een gezin bij zo'n prijsplafond €770 per jaar besparen. Voor haar moet een belasting op de grote winsten van energiebedrijven de maatregel helpen betalen. Terwijl de politiek zich dus nog zal beraden over eventuele extra maatregelen, is er op korte termijn maar één uitweg om onze factuur te verlagen en dat simpelweg minder verbruiken. De verwarming lager zetten, bijvoorbeeld thuis en in kantoren of winkels, kan gas besparen. De helft van ons aardgas gebruiken we in ons land om ons te verwarmen. 20% van ons gas gaat naar stroom. Ook dat verbruiken we dus best zo weinig mogelijk. Andere landen hebben daarvoor al maatregelen opgelegd en volgens sommige energie-experten moet ons land nu ook volgen. Ik denk dat de overheid het voorbeeld moet geven. Ook openbare verlichting, monumentenverlichting of terrasverwarmers verbieden. Dat soort maatregelen. We zijn in een crisissituatie, maar we gedragen ons alsof we eigenlijk helemaal, dat er niks aan de hand is. Dus een zeer scherp contrast tussen wat de mensen voelen en wat de overheid communiceert.
In Nederland gaan politie en justitie er op dit ogenblik van uit dat het incident met een vrachtwagen in Nieuw-Beierland een ongeval was. Gisteravond reed een Spaanse vrachtwagenchauffeur er van een dijk in op een buurtbarbecue. Er vielen 6 doden en 7 gewonden. De chauffeur is opgepakt, de man was niet dronken, maar de politie wacht nog de resultaten van een bloedtest af. Wellicht gaat het dus om een verkeersongeval, al blijven er nog veel onbeantwoorde vragen, vertelde de politie vanavond. Wij verdenken hem van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel. Deze vrachtwagenchauffeur zit vast en wordt nog gehoord. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat hij ten tijde van het besturen van de vrachtwagen alcohol had gebruikt of drugs had gebruikt. De komende dagen gaat een team van 16 rechercheurs onder leiding van een officier van justitie verder met het onderzoek. En dat richt zich vanzelfsprekend op de vraag wat er voorafgaand en tijdens het van de dijk raken van de vrachtwagen exact is gebeurd en wat de rol van de vrachtwagenchauffeur daarbij is. En dan moeten we nog eens naar Pakistan, want het land wordt geteisterd door bijzonder zware overstromingen. Daarbij vielen op 2 maanden tijd al meer dan 1000 doden. Nog eens 100.000 mensen zijn geëvacueerd uit de getroffen gebieden. De Pakistanse overheid blijft hopen op extra steun van het buitenland. En dat is nodig, want lang niet alle slachtoffers kunnen nu geholpen worden. De Pakistanse premier, hier rechts in beeld, helpt zelf mee voedsel uit te delen in de provincie Baluchistan in het zuidwesten van het land. Bijna 30 miljoen mensen over heel Pakistan zijn getroffen door de overstromingen. Dit gezin heeft letterlijk alles verloren. Ook de evacuaties van de slachtoffers gaat door. De Pakistanse hulpdiensten zetten hiervoor zowel vliegtuigen als boten in. Maar sommigen kunnen zelfs niet op een reddingsploeg wachten. De Pakistanse overheid spreekt over een ongeziene verwoesting en hoopt de komende dagen op extra hulp uit het buitenland. Het is toch wel wat als je vaststelt dat in jouw huis een vader, een moeder en een kind van 7 in 1942 zijn weggevoerd en vermoord en we weten dat niet. En dan zeg je, dit kan niet, dit kan niet, dit is niet oké. Dit is niet oké, zegt de Antwerpse rector Herman van Goetem. En net daarom werd er vanavond in de Joodse buurt in Antwerpen een herdenkingstocht georganiseerd. Een herdenking voor de slachtoffers die hier zijn opgepakt en naar het concentratiekamp in Auschwitz werden gebracht precies 80 jaar geleden. De meeste van hen hebben het ook niet overleefd. We kloppen simultaan. Openmaken. Police. Vrijwel meteen stijgt er tumult, geroep en gehuil uit de huizen op. Met de Joodse wijk als decor vertelt auteur Jeroen Olieslagers het verhaal van 28 augustus 1942. De Antwerpse politie houdt een razzia en pakt 1000 Joden op. De meeste zullen nooit terugkeren. Edith had geluk. Dat een Belgische politieagent ons gered heeft. Ons niet heeft mee naar beneden genomen. Ons heeft opgesloten in het kamertje waar wij zaten. En zo zijn wij gered geworden. De tocht gaat langs plaatsen die een belangrijke rol speelden tijdens de razzia's. Met aandacht voor wat toen precies is gebeurd. Vanavond zitten wij te kijken naar de razzia's van de nacht van 28 op 29 augustus. De Joodse bewoners die hier werden opgepakt, werden naar het concentratiekamp in Auschwitz gebracht, tegen beter weten in. Het is heel duidelijk dat men in Antwerpen niet weet op dat moment wat er ginder te gebeuren staat. Als de politie meewerkt en als die agenten moeten meewerken, die zouden wel anders gereageerd hebben als ze geweten hadden dat ginds die mensen massaal zouden worden omgebracht. Op nummer 4, van de Schassen Marcus Veit, 54 jaar. Het zijn buurtbewoners die de jaarlijkse herdenkingstocht organiseren. Dat we het belangrijk vinden dat wat er toen zich afgespeeld heeft, dat we waakzaam zijn hoe kwetsbaar democratie is, hoe kwetsbaar vrede is.
en om die zwarte bladzijde te blijven herdenken, zodat dat hopelijk nooit meer opnieuw gebeurt. Amazing Sunday, guys. Kom eens een pakket chip all weekend. Unbelievable. Zijn wagen vloog als een raket het hele weekend lang. En dus ja, de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs Formule 1 van België gewonnen. Hij haalde het voor zijn ploeggenoot Sergio Perez. Charles Leclerc die werd pas zesde. Voor Verstappen is het al de negende zege van het seizoen. Door een gridstraf moeten de twee tenoren Max Verstappen en Charles Leclerc vertrekken van op plaats 14 en 15. Dat betekent serieus wat werk dus voor beiden. Poolrijder Carlos Sainz is goed weg, maar in de beginfase loopt het volledig fout voor Hamilton. De zevenvoudige wereldkampioen komt in contact met Alonso en de Brit moet er de brui aan geven. WK-leider Verstappen begint aan een waanzinnige inhaalrace. De Nederlander gaat voorbij Vettel naar plaats 5 en Max blijft plaatsjes winnen. Hier passeert hij zijn ploeggenoot Perez die op de tweede plaats ligt. Leclerc, de tweede in de WK-tussenstand, rukt op naar plaats 4 en wil dan voorbij Perez naar 3, maar dat gebeurt niet. Integendeel, de Monegask wordt even later bijgehaald door Russell. Leclerc zal pas zesde eindigen. Verstappen maakt jacht op de leidersplaats. Hij gaat makkelijk voorbij Sainz en dat na 18 van de 44 rondjes. De Nederlandse fans zien het graag gebeuren. De Red Bulls zijn duidelijk sneller dan de Ferraris, want ook Perez heeft Sainz te pakken. De twee Red Bulls dus op kop. En die plaatsen geven ze niet meer af. Verstappen wint en verstevigt zijn leidersplaats in het WK. De Belgische basketbalmannen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Griekenland verloren. De Grieken in het wit geven de zwak spelende Belgen geen kans. Giannis Antetokounmpo is een van de beste spelers ter wereld en hij toont dat ook met maar liefst 26 punten. Het wordt uiteindelijk 85-68. In de groep van 6 staan de Belgen op een gedeelde derde plaats met Servië. Er volgen nog 4 WK-kwalificatiewedstrijden. De top 3 plaatst zich voor het WK in 2023. Na nog voetbal in de hoogste klasse heeft Antwerp de topper tegen AA Gent gewonnen met 1-2. Na de Europese uitschakeling van Antwerp deze week is deze zege alleszins een opsteker voor de Great Old. Meteen consternatie wanneer AA Gent aanvoerder Ojija met een doorsteekballetje de hand raakt van Almeida. Penalty, zegt scheidsrechter Laforge. Nee, zegt de VAR, want fout net buiten de 16. Wel een vrije trap voor Gent. Sven Kumps, daar is hij, die wijkt af en hij gaat erin. De bal wijkt af door de muur. 1-0, maar Antwerpen reageert snel met torenspits Vincent Jansen. De Nederlander gooit zich met volle overgave naar de bal en daar is de gelijkmaker al. Dan trapt Ojija op de voet van Pacho. Geen penalty volgens Laforge, toch wel, zegt de VAR. Op de lijn is binnen de 16 en dus strafschop voor Antwerpen. Vrij bulkt van het vertrouwen en Antwerp 1-2 voor. Kuipers gaat dan tegen de grond, maar verdediger Pacho raakt hier eerst de bal. Laforge geeft Gent eerst een strafschop, maar weer corrigeert de VAR. Een briesende Van Hazenbroek krijgt uiteindelijk geel onder de neus in de slotfase. Zijn collega Van Bommel koestert zijn manschappen en de 1-2 uitzegen. Vandaag werden er nog matchen gespeeld. Standaard haalde het met 0-1 van KV Kortrijk en Anderlecht verloor van Union met 2-1. In de stand zien we bovenaan Genk en Antwerp. Ze hebben beide 15 punten, maar Antwerp heeft wel een match minder gespeeld. Daarna volgt Club Brugge op de derde plaats en onderaan vinden we dan Eupen en Serein terug. En in de VS zullen er straks wel een aantal ingenieurs een slapeloze nacht in gaan, denk ik, want morgen wordt een belangrijke dag voor de ruimtevaart. Voor het eerst in 50 jaar wordt er nog eens een ruimteschip naar de maan gelanceerd dat astronauten kan vervoeren. Morgen namiddag vertrekt, als alles goed gaat, de eerste nog onbemande testvlucht. Dit is hem dan, de nieuwe draagraket van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Helemaal bovenop zit het ruimteschip waarmee over enkele jaren opnieuw mensen naar de maan zullen kunnen vliegen. De raket wordt morgen voor de eerste keer gelanceerd richting de maan. Our team right now is, I will say, super excited and we are prepared for anything I think that throws at us. The vehicle is going to be ready. It's ready right now. Looks great to proceed with this inaugural launch of the Artemis program.
Artemis 1 is de eerste testvlucht, nog zonder bemanning aan boord. De bedoeling is om rond de maan te vliegen en over 6 weken weer heelhuids terug op aarde te landen. Een voorbereiding op de bemande maanmissies die volgen. We're going to stress it and test it. We're going to make it do things that we would never do with a crew on. In order to try to make it as safe as possible. NASA hoopt in 2025 voor het eerst in meer dan 50 jaar opnieuw 2 astronauten op de maan te laten landen, onder wie voor het eerst een vrouw. En dan heb ik nog het weer mee. De wind liet zich goed voelen vandaag, maar de zon en de aangename temperaturen maakten gelukkig veel goed. Vannacht verwachten we geleidelijk aan meer hoge wolkenvelden, maar het blijft droog en rustig bij een minima van 8 tot 14 graden. Morgen start nog met veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag worden de opklaringen breder. We halen dan maxima tot 24 graden. Zo, dit journaal zit erop. Meteen ook het laatste journaal in deze stijl, want vanaf morgen zit VRT Nieuws Journaal in een nieuw, en al zeg ik het zelf, een mooi jasje. Te ontdekken bij Annelies van Herk om 1 uur 's middags. Wat mij betreft meer dan ooit. Merci voor het kijken en heel graag op de kijk.